Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Applejack. Vandaag heb ik een poetsroutine voor jullie en ga ik even helemaal laten zien wat ik elke dag doe met Steve voordat we gaan rijden. En dan gaan we gewoon even lekker poetsen. Dan ga ik gewoon even laten zien wat we allemaal doen vandaag. Ik heb hem nu op de poetsplaat staan. Dus we gaan lekker beginnen met poetsen. Hij is een beetje ongeduldig op de poetsplaats, want hij is eigenlijk niet heel erg gewend. Maar we gaan gewoon lekker rustig gaan poetsen en dan zamen we hem daar lekker op en dan gaan we rijden. Ik heb trouwens een poetskist van de Applejack meegekregen en dit is de poetskist Mila. En ik vind hem echt super gaaf, want kijk, je hebt hier gewoon een vak waar je grote flessen in kan zetten. Dus dat is super handig, zoals bijvoorbeeld deze anti-klitspray. Maar dan beginnen we met poetsen. En we beginnen eigenlijk altijd met deze Lumiere Hensel. Waarom ik deze handschoenen gebruik is eigenlijk omdat deze gewoon ervoor zorgen dat je op elke plek heel erg makkelijk kan komen. Het zijn gewoon letterlijk je handen die het werk doen en je kan gewoon super fijn je paard overal kriebelen waar hij maar jeuk heeft en het haar gaat er super makkelijk mee vanaf. Voor alle losse haren die ik nu net helemaal losgelost heb gebruik ik eigenlijk altijd de Magic Brush. Die vind ik echt super handig. Dus die gaan we dan nu eventjes gebruiken. Ja, dat is leuk hè. Dit is leuk hè. En dan heb ik hier twee harde borstels en deze is trouwens echt super gaaf met al die glitters. Maar deze gebruik ik over het hele lichaam en deze een beetje voor alle kleine plekjes en zijn hoofd en zo. Dus dan gaan we even lekker met de harde borstel aan de slag. Zoals jullie net zagen had een van deze harde borstels een super gave regenboogglitter look. Deze wordt namelijk bij de Rainbow set die de Applejack verkoopt. En deze hebben nog super veel andere borstels, hoevenkrabbers, rosborstels, echt van alles. En ik vind ze eigenlijk echt super gaaf omdat het gewoon ja, lekker shiny en alle kleurtjes heeft. Het is echt super vrolijk eigenlijk. En dan heb ik hier als laatste de zachte borstel, maar hierna doe ik ook nog een glansborstel voor het extra. Maar dit is nog even om het extra vuil weg te halen en dan gaan we er even mee beginnen. Maar dan wil ik eigenlijk nog ook iets zeggen, want dit poetsblok zorgt er eigenlijk ook voor dat de verharing veel sneller gaat en kan je ook eigenlijk alle kleine plekjes weghalen. Ik heb hem nog nooit gebruikt, omdat Steve heel erg schoon is, maar op een dag dat hij echt vies is, dan kan ik hem gebruiken en eigenlijk nu met de verharing. Maar ik ga hem nooit sparen totdat de echte verharing gebeurt, want dan blijft hij nog helemaal sterk daarvoor. Maar dan gaan we nu over naar de glansborstel, zodat hij extra shiny de bak in gaat. Maar om het helemaal af te maken moet ik natuurlijk ook wel even alles uitkammen. En daarvoor gebruik ik de anti-klit gel en de anti-klit spray. De spray doe ik voor zijn staart en de gel voor zijn maan en voorpuk, zodat hij het iets minder spannend vindt met de spray bij zijn hoofd. En daarna gebruik ik deze hele fijne ja, manen- en staartborstel om het even uit te kammen. Wij zijn lekker in de bak, opgezadeld en opgestapt. En Steve is helemaal gepoetst zoals jullie zien. Hij is lekker glanzend, haarvrij en helemaal ontklit. Dus nu gaan wij lekker even rijden. Zullen we gaan, Stevie? Ja. Dus we gaan ook waarschijnlijk even lekker springen.
Nou, wij zijn klaar met rijden en ik heb net even alles opgeruimd. En nu is Steve klaar voor even zijn naverzorging. Ik ga eventjes gewoon alle losse haren eraf rossen. Met een harde borstel even eroverheen. En nog eventjes zijn hoeven uitkrabben. Want dat doe ik eigenlijk altijd achteraf. Want we hebben een achterbergbodem en dan blijven altijd de tapijtvezels in zijn hoeven zitten. Dus ga ik er eventjes helemaal uithalen. En dan ga ik je dekentje open. En dan gaan we weer naar huis. Zoals jullie zien ben ik nu aan de slag met een ander item van de Rainbow Set. En dit is namelijk de rosborstel. En zoals jullie zo meteen in beeld zien, hebben we er ook een hoevenkrabber van. En eigenlijk moet je het gewoon heel even op de website bekijken, want daar kan je ze allemaal vinden in verschillende soorten en maten. Als je niet kan kiezen welke kleur borstels je wilt, dan is dit eigenlijk echt een must-have die je zou moeten hebben. Voordat ik afscheid van jullie ga nemen, willen Steve en ik even de winnaar bekendmaken van de glitterset. Van de rijlegging, een travenvest en nou ja, gewoon die hele set. Jullie kennen hem wel van de vorige video. En dat is namelijk geworden Selina Bromman. Jij mag contact opnemen met ons via winactie@ej.nl. Ik zal het nog even in de beschrijving zetten. En dan sturen we de prijs zo snel mogelijk naar je op. Dit was dan mijn poetsroutine van voor en na het rijden. Steve is nu zijn welverdiende hapje aan het opeten. En ja, ik heb eigenlijk heel erg genoten van vandaag en ik vind het ook super leuk om het aan jullie allemaal te laten zien. Want ik heb best wel een hele uitgebreide poetsroutine. Ik doe dit eigenlijk elke dag, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om mij te gaan zien springen met Steve. We doen het eigenlijk pas sinds kort. We komen echt van ver. Ik vond het eng. Steve was echt een maniak in het springen. Hij was wild. En ik ben blij dat we dit allemaal een beetje zo hebben opgelost. En daar zijn we dus nu erg fanatiek mee bezig. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat voor borstels jullie allemaal gebruiken voor de poetsroutine. En welke volgorde eigenlijk. En gebruiken jullie ook borstels van de Applejack? Want ik vind ze namelijk heel erg fijn. Ik gebruik ze eigenlijk altijd. Dus ja, zoals jullie zagen. En laat het even zeker weten in de reacties. Want dat vind ik heel erg leuk om van jullie te lezen. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!